wegenbelasting is na successierechten de meest onrechtvaardige belasting die we hebben. Ik krijg dus elk kwartaal dit. Bovendien kan ik helemaal geen kleinere auto rijden, want ik heb een paard. Mijn paard moet ook mee. Maar er is dus een oplossing voor. Je moet alleen bereid zijn om je achterbank in te leveren. Een achterbank is ook best wel een lastig ding. Vaak zit er namelijk helemaal niemand en daar betaal je dan wel al die wegenbelasting voor. Hij kan er ook gewoon uit. En dan hou je een prachtige laadruimte over. Nou, ik geef eerlijk toe dat ik er wel aan zou kunnen wennen, ja. Alhoewel mijn Range Rover toch lekker zit van hoger, hè? Wat is voor jou nou de belangrijkste reden dat je deze auto hebt gebouwd? Om te redden voor de sloop. Waarom zou die gesloopt moeten worden dan? Omdat het niet bij het rijden is vanwege de wegenbelasting. Rekening houden daarmee is dat een verschil van ongeveer 2000 euro op je jaarbasis. Daar moet je minimaal 20.000 euro voor omzetten en dan moet je 10% winst maken in je onderneming om dat te kunnen doen. En als je 20.000 euro om moet zetten met arbeid, dan betekent het dat je 400 uur moet werken. Extra moet werken, wat verloren gaat aan belastingmaatregelen. Je moet 400 uur werken voor de wegenbelasting? Ja, 400 uur. Jullie hebben een werkstraf van 400 uur. Mensen die een halve moord plegen, die krijgen een werkstraf van 2 dagen of 24 uur. Maar wij krijgen fiscaal 400 uur werkstraf. En nu kan de kruiwagen ook nog mee achterin. Wat wil je nog meer? Ja, de kruiwagen en de smeerolie en de gereedschap en de ijshaak en de staaldraad en noem maar op. Niets is uitgezonderd.